Voor trappen af met onze Vasselovens, Boemel en Bochus. Dan zitten hij in een oude kino en er is deze avond de Slager Arena. Weet het zijt bekend vast, worden de Slager van Bochus werd uitgekozen. En in Bochus zit heel veel talent, dat weten we allen nu. Zoals hij bijvoorbeeld de welberoemde Herringbiesteren. Die weten bescheid, die jongen, die hadden al een paar keer in de LWK-finale gestangen. En deze avond halen ze weer met hij in Bochus. Op in en oor, want Normandrij is er niet meer bij. En die is met pensioen blijkbaar. Wie deed ze dat? Het is lekker, ik moet zeggen, genieten ervan. Ik ken natuurlijk noemen met de Garner, maar zelf fun meer op stap, jongen, Frits. Wordt het een erg druk programma wat er met de herringbiester houdt? Ja, dat wordt natuurlijk uiteindelijk toch iets minder, maar ik hou het erg druk met het werk. En die worden niet langzaam niet meer te combineren, dus dan heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om ermee op te huren. Jammer, toch? Jammer, jammer. En hij stond de 2 uur overgebleven herringbiester. En ik vroeg maar eens even, schon leedje gemaakt dit jaar naar me gaan? Ik denk dat Piet weer behoorlijk getoverd had met de leger. En jij dan voor het eigen dorpje vertellen, is ook allemaal schon. Dus laat ik verrassen. De groen van Bochus, daar is een chic figuur. Hij spreekt met het eigen dorp, hij is Bochus boer. De groen van Jederinge, der van Bochus held. En een mooie eerd werd met de was. Het wurde ein Spiel, das für so zu einem Tag. An du sagst, du wieder dir. An ich dort? Nee! Hocus pocus pas, ik wil dat pas de lovend is met muziek en de spas. Even met de vuurzetter van de Slager Arena, Stom Ruiters, uit een bekende Vasselovens nest is dat. Hij schreef zelf aan de lopende band Vasselovens liedjes en de best vuurzetter van de Slager Arena. Ja, klopt. Ik sinds 7 jaar inderdaad een vuurzetter nummer van de Arena, ja. En dit is de 20e Arena, had ik de huren zagen. Dat is toch ook het. Veel hoogtepunten, ook dieptepunten. Ja, mensen, mag ik zeggen, gelukkig voor zo'n klein dorpje wie Bochus, hoogtepunten, wa? We hadden een paar keer, ja, we hadden natuurlijk schon slager, dormslager gehad, op het PLK hadden we een paar keer mogen winnen. De Herringbiester en natuurlijk tegen die andere 2 in de LVK-finale. Ja, voor zo'n klein dorpje is dat fantastisch, wa? Ja, schon. En dat doet er beter wie die van Zumpenveld? Ik wil niet lukken, maar ik moet ook jou zeggen. Dat deed hem goed, hè? Hey, is het nog lastig om aan genoeg inschrijvingen te komen? Ik denk dat voor wie dan overal is tegenwoordig inderdaad, dat ze terug zien lopen. Maar ja, baantje proberen met de Koffer Arena. Ja, op zijn podium te bijen. Ja, dus een dunte artiest met een bestaan leedje wat zijn eigen tekst zou maken. En dan wel voor een opstapje broeken en dan eigen een originele met ze hier doen. Dat werkt op zich wel prima de laatste 5 jaar. Maar je wordt overal weer winniger. En ik denk dat vuur, ja, misschien toch wel een van de laatste
generatie stunt wat echt dat bloot nog in zich gaat zitten. En dat is jammer. Maar een slager is belangrijk, hè, om een beetje er eigen vasteloven te kunnen vieren. Wat is zo met de vasteloven in Bochusmurk? In principe aanvuur op maandag gaan voor de opzoek in Bochus, de grootste zoek. Immer druk bezoeren ook, schone zoek. Als ik eerlijk ben, ik ga hem zelf aan de nootie zien, immer met je lopen. En op deze kant voor het Kalkzamer treffen. Ja, nu heeft ook alle wieschaften rond en daar zit een hele hoofd rammel aan de men. En dat is een puur stimmung, dat is uniek. Leer die eigen leven, pluk de dag, hol alles uit de kast. Blijf je leven in die cellen, pak die kansen en hoor die vast. Geniet van zijn gedanse, maak bij je dan lang het best. Heerlijk samen vieren. Ja, dat is rammenatse druk hier in de oude kino. Maar we hadden ons best bij de jury dus aan voor ons geschrabeld. Hallo. We zijn van de RTV Parks, van razende reporters. En die vakjury, daar zitten kanonnen bij. Ik neem even als voorbeeld de slager-iconen van Heerlen. Dat is Paul en Leo natuurlijk. 25 keer de Heerlense slager gewonnen. LVK-winnaars. 20 keer in de finale. Jongens, wat ving er het besnoeto heen? Ja, dit is nog richtig vasteloven. Dit is een beetje ongekunsteld, zal ik het zo zeggen. Maar ja, het kunt wel hoe het gaat, dat merkt ze alles. En wie is het met de slager van Urk verder? Nou, de Paul had me gezegd, want ik had vroeger de zesde, maar egal. Is me egal. Okay. En wat zegt u? Ja, wat hij zegt. Hij is het Femke. Bekend carnavalsartiest in Limburg. Femke, wie zijn ze dicht op het spoor gekomen? Nou, ik woon één dorp verderop in Simpelveld. En volgens mij ben ik de enige Simpelveldse die hier welkom is. Dus ik moet zeggen, ik ben nog wel vereerd. Een woensjupje missen. Precies. En dan Patrick Korver, een bekende dirigent, muzikant van de korps. Hey. Oh. Wie bevult ik het peil hey, van de leedjes en bochtjes? Ja, geweldig, hoor. We hebben het hier op. Nee. De lus en jod op de been dorp en de stimmung zit hier drie. We hebben nog een aantal geweldige liedjes, dus ja, we gaan straks veel werk te doen met z'n veren. Werd lastig, Kinger. Doe ik best. En ruiga. En dan hebben we ook nog een coverwedstrijd. En die wordt gewonnen door de Bochuser zangerknaben met het liedje Je leert je beer. Op een kopje koffie. Thank you.
Uiteindelijk nog een spannende strijd wonnen de Herringbiesteren met het liedje Hocus Pocus ter Slager Arena 2022-2023. Liedje van Piet Gottschalk en de man de Max aan de lopende band. Geweldig, echt super. Niet verwaard, maar toch helemaal klasse dat ze winnen. Ik ben door Lio Sistermans. Heb helemaal gezongen met de deeltjes in Heerlen. Maar ik kon gewoon zijn bochtjes. En als dorpje is het hier zo gezellig wat ze hier gezongen hebben. En, wilt u die sfeer? Proef ze die sfeer? Super. Wil je het aansluiten bij de Herringbiesteren? Ja, joh, wat doen we van 2 jaar niks? Ja, dan moeten we wat door. En wat er dan de eerste plaats in het horen is, dat is super. Je zong een nieuwe startstelling met haar.